Denk het ook niet, schat. Wel mogelijk dak erop. Mooi. Ja, ik hoorde alleen van Jesse dat er nog geen gaten geboord kan worden in verband met die videoclip. Ja, prima joh. Ik zou je het vertellen, hè? Ik was gisteren aan het trainen. Ik moest echt wel huilen. Ik had echt zoiets van, ja, gewoon trots hoe jullie het hebben gedaan. Ja, gaat goed toch? En gewoon de apparatuur er gewoon fucking staat. Dat is dik. Het gaat en gewoon staan. De professionele nog kan niet hoor. We hebben nog niet getraind. Ja, je moet pas trainen als je weer fit voelt. Nu nog niet hoor. Nu moet je al je krachten besparen. Toch shit, het is knoflook. Frenny! Ja. Zaas! Ja, er is er maar één. In het voorraadhok? Ja? Heel veel. Maar we hebben ook verse. Ja. En goedenavond allemaal. Dat teken. Knoflook zo. Oh, koud jongens. Nou. Vuurtje aan. Leuk. Ik heb echt een fucking rotnacht gehad. Nacht? Ah. Kwart over vier, weer wakker, zoals altijd. Dan begint maar deze hand begint nu ook pijn te doen. Ja? En dan moest ik gewoon uit de tint, dan was je weer dood. En hoezo maak je mij dan niet wakker? Nee, ik ga niet wakker. Je moet die andere hand ook gewoon laten doen. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja? Waarom niet hier? Ja. Ja, ik het wel ga doen, ja. Ja. Ik kan beter hier doen thuis, dat je alleen bent. Ja. Ik wacht het nog even af, dat die, want hij voelde alleen dat het tintelen, niet het pijn, dat ik echt heel wakker lag. Moet die brace nog even terugpakken? Ja, zal ik het geven? Vergeet ik het. Kijk, deze is op zich wel... Ik ga even roken. Doet hem wel pijn als je hier brukt. Ja, maar dat is logisch, het is nog een wond. Maar, ik denk dat ik maar het mag pas na 6 weken. Oké. Dit is volgens mij de 4e week volgende week. Zo, gaat snel, man. Ja, opschuit. Ja. Nou, ik heb echt heerlijk geslapen eigenlijk. Ja, maar ik werd ook wakker en ik had geen oordop in, maar ik hoorde die hanen is. Maar hoe heet het, stond vlak bij ons huis? Dick. Oh, nou ik hoorde jou nog snurken trouwens. Dus ik had snurken? Ja, heel zachtjes, echt zo. Oh, echt? Oh. Ja. Hey, wat is melassen? Melassen? Melassen. Als ik merk dat ik weer mijn neus verstopt ruikt. Ja, ik ook eerst met neus. Ja, maar eerst snurk niet. Nou, als ik echt verkouden ben, of als ik een drankje op heb. Melassen? Ik ken het niet. Hoe? Melassen. Melassen? Nee, ken je niet. Melassen. Nou, en toen kwam, hoe heet die nog, gisteren even lekker bij, Freek. En toen hoor ik die 6 eendjes echt ook voor ons huis. Maar dat, ik vind met die eendjes niet erg. Ja. Het is zo schattig. Nee. Moet je zo wel gesprekken voeren aan elkaar. Ja. Die beesten zijn leuk. Ga ik maar mijn lange jas aan doen, ik heb het koud. Ik word fris. Hè? Wordt weer fris. Ja. Ja, ik ga even van jas wisselen. Ik heb ook nog een, die jas van Merel, die heb je misschien trek ik die wel. Ja, oh nee. Ik had van die 2 lange jassen gehad. Oh. Ik heb er niet zoveel aan. Ik heb voor de rest geen andere jas. Hallo. Can I have one whole no. smoked barbecue sauce? Hello. No. Steve, hello. Don't do this to me. Hello. Hello. Play game. You want to play a game? Russian roulette. Grab the spare rib like this. And then on the face, like this. Okay. And no. Dziękuję, dawaj. Wat? Kun jij voor mij een nee. klein bakje met zonnebloemolie pakken en een plastic kwastje? Eigenlijk niet. Okay. Nee, ik pak hem wel. Go back. Nee, als je bij de hand gaat doen, dan... Blijf op. Oké, gaan we samen. Nee. Eet smakelijk. Oké, dan niet. Doei. Oeh, kan jij een schaar pakken? Ja. Ja, beter. Selling my soul to the devil.
selling my soul again. S-S-E. M-E-A? Nee, ja, Melasse. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Mississippi. Mississippi, inderdaad. Mississippi! Nee, geen idee, man. Hm. Waar zie je dat staan? Bij de barbecue saus. Ik weet dat ik niet meer op het neus. Melasse. Hm? Ligt daar zilverfolie? Ja. Right. Mag ik dat voor jou? Ja. Ja, dat kan je voor nu nog even laten. Ik ga hem daarna toch zo maken. Oh ja, je kan het er wel in gooien. Oh, even een vuilnisbak. Maris! Kan jij kijken voor een vuilnisbak? Ja. En ik ga ook frietjes halen. Sell my soul to the devil. Again. Sell my soul. Wat gaaf, die dingen. Ja, man. Ik ben zelf meer fan van kolen. Maar het is wel een mooi apparaatje. Ik ben benieuwd, hè. Want ze willen dan wat gas af. Wie? Bij in huizen. Ja, alles elektrisch. Maar dan ben ik benieuwd. Dat zit met gasflessen en alles. En open barbecues. Wat ze daarmee van plan zijn. I don't know, bro. Kijk, we allemaal dezelfde volgens mij. Oké. Okay. Zo. Hoe vaak we hier niet hebben gezeten, gewoon lekker kampvuurtje. Ja, lekker, man. Was jij al binnen toen we dat nog deden? Een beetje in het begin heb ik hier wel eens met Adriaan nog even gezeten. Maar niet dat jullie met z'n allen hier nog zaten. Oei. Waar heb je zin in, hè? Dat het straks gewoon wat kouder is, we gewoon met z'n allen lekker om het kampvuur zitten. Ja. Op die open haard. Ja, toppie.
to the devil. Send him my soul. En hij zegt ook tegen mij, maar rustig gaan we eten. Ja, ik ga koken als jij DJ-les hebt. Jij gaat koken? Ja, dat zei ik. Ja, met de eerstrijken. Hij denkt, ja, maar rustig gaat koken dan. Hè? Omdat hij niet weet dat we sperrips gaan eten. En dan staat Dylan in één keer te koken. Yeah. Even kijken. Moet je zeggen, dat vond ik ook wel echt heel tof. Toen ik hier 15 maanden zat, dat we met z'n allen gingen barbecuen. Ja. Dat vond ik echt leuk. Tof. Ik kan nog een eentje. Killing my soul to the devil. Killing my soul. Killing my soul to the devil. Kun je echt veel op maat? Nee, ze moeten best wel lang erop. Dus erop leggen, 15 minuten wachten, af en toe een beetje omdraaien. But that's it, bruh.